Hallo lieve steenbokken, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 23, 5 juni tot en met 11 juni. De algemene reading, haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oh, ik krijg hoofdpijn jongens. Het voelt alsof je je toch soms te druk maakt en dat dat niet altijd nodig is. Het gevoel hebbende dat je jezelf soms wegcijfert of te veel in je hoofd zit. Dus het is belangrijk om te gaan kijken waar kan ik verbindingen vinden, waar kan ik verbindingen zien in mezelf. Wat zijn mijn oude patronen en hoe ga ik met bepaalde zaken om? Om zo meer in verbinding met jezelf te komen, zodat je daadwerkelijk naar je geluk toe kan. Maar ook meer kan onderhandelen en tot bloei kan komen op de punten waar jij het graag wilt. We gaan eens even verder kijken, lieve steenbok. Wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de steenbok deze week verwachten? Oké. Het is een week waarin je eigenlijk heen en weer schommelt van het verleden naar het heden, naar de toekomst. Van de toekomst weer terug naar het verleden en noem het maar op. Verder is het deze week een teken dat je op zoek bent eigenlijk naar jezelf. Misschien zit je niet helemaal lekker in je vel en zet je daardoor een masker op. Dus je bent een beetje zoekende. Daarnaast merk ik vooral dat je wel je vleugels wilt spreiden, maar dat je niet zo goed weet hoe. En je staat voor bepaalde keuzes. Maar doordat je een keuze gaat maken, komt er een doorbraak. Je gaat ineens stappen vooruit. Iets wat je misschien niet gewend bent en ook misschien wel iets waar je heel lang op hebt gewacht. Kijk wel uit dat je niet te veel in het piekeren gaat zitten. Het is een week waarin veel kennis en wijsheid naar voren komt en veel inzichten naar voren komen. Waardoor je echt tot bloei gaat komen. Waardoor je dus daarna ook echt meer het gevoel hebt dat je vervuld bent. Dat je wensen vervuld zijn. Of het gevoel hebbende dat alles toch nog goed komt. Dus eigenlijk zie ik vooral een week waarin veel liefde naar voren komt. En dat je ook merkt, het vertrouwen mag er zijn. We gaan even kijken naar een mooie positieve boodschap. Ja, durf de verbinding aan te gaan met jezelf en blijf communiceren. Lieve steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij heel graag een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. 16 juni is er ook een leuke workshop met bijenwas. Je gaat lekker creatief aan de slag om mooie schilderijen te maken op je intuïtie. En vanuit daar leer ik je ook wat het eigenlijk betekent. Dus vind je dat leuk, geef je snel op. 17 juni is er een biosensor workshop en 16 september is de opleiding mediumschap. Dus wil je je nog opgeven voor iets leuks? Check even op de website www.mediumdaphne.nl en dan op de agenda. Dan zie je eigenlijk alle evenementen die gepland staan. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.